Afgelopen dagen hebben we de weerkaarten nauwlettend in de gaten gehouden. En er kwamen steeds meer signalen voor het tot ontwikkeling komen van een polar low. En nu die verwachting wat zekerder is geworden, leek het mij een mooi moment om daar eens in wat meer detail bij stil te staan. Nou, misschien is de term polar low al wel bekend voor je, misschien heb je er ook nog nooit van gehoord. Dus daarom eerst even een korte definitie. Zoals de naam al doet vermoeden, komt die tot ontwikkeling in het Arctisch gebied. En het is een van de meest heftige weersverschijnselen die daar kan voorkomen. En hij heeft wel parallellen met een orkaan en daarom wordt het ook wel een Arctische orkaan genoemd. Nou, de twee belangrijkste kenmerken van zo'n polar low zijn de harde wind, komen zware windstoten bij voor en er is ook hevige sneeuwval mogelijk. En het is een heel kort en krachtig weersysteem. Hij ontwikkelt heel snel, maar hij verdwijnt ook weer relatief snel. En die levensduur is vaak maar maximaal 48 uur. En wat zijn dan precies de ingrediënten voor het ontstaan van zo'n polar low? Daarvoor moeten we eerst te maken hebben met een uitbraak van koude lucht. En ik heb hier een kaart meegenomen van de bovenluchttemperatuur op 500 hectopascal. En aan het kleurenpatroon zien we ook mooi terug dat die koude lucht vanuit het hoge noorden komt afzakken naar het zuiden. En het maakt voor het weerbeeld heel erg uit waar die lucht precies langs stroomt. Want we hebben ook wel eens te maken met een kouuitbraak wat meer uit het oosten, vanuit Rusland. Dan stroomt die lucht een heel groot deel over het continent. Is veel droger, heb je echt van die droge continentale lucht. Terwijl als het wat meer uit het noorden afkomstig is, dan legt het een relatief groter deel van de weg over de zee, over de oceaan af. En daar krijg je dus een heel ander weerbeeld bij. En dat heeft namelijk te maken met het zeewater. Zeewater dat warmt relatief traag op, maar dat staat die warmte ook relatief langzaam weer af. En daarnaast spelen die oceaanstromen natuurlijk ook nog een rol. We zien op deze kaart bijvoorbeeld ook heel goed de warme golfstroom terugkomen langs de westkust van Noorwegen. En in deze tijd van het jaar is de temperatuur van het zeewater maar liefst 5 tot 10 graden boven nul. Als we nog even terugdenken aan die vorige kaart, die bovenluchttemperatuur op 500 hectopascal was maar liefst min 35 graden. Dus in wat extremere gevallen kan dat temperatuurverschil tussen de zee en de bovenlucht oplopen tot maar liefst 40 graden. Nou, en dat grote temperatuurverschil, dat is de trigger voor het ontstaan van buien. Dat relatief warme zeewater zorgt ervoor dat ook die onderste luchtlagen wat worden opgewarmd. En warmere lucht heeft een lagere dichtheid en is ook lichter. En je kan het wel vergelijken met een hete luchtballon, want die begint ook geleidelijk op te stijgen. Dus die lichtere en warme lucht die gaat opstijgen, maar hoger in de atmosfeer begint die lucht ook weer af te koelen. En dan treedt het proces van condensatie op. En condensatie betekent dat waterdamp overgaat in waterdruppeltjes. En dan beginnen zich wolken te vormen. Eerst zijn dat nog stapelwolken, cumuluswolken. Maar naarmate dat proces verder doorgaat, worden die buien groter en intenser. En dan krijgen we met hagel- en sneeuwbuien te maken. Dus dat proces gaat steeds verder door. Er komen steeds meer buien tot ontwikkeling. En die buien die poppen op aan de lucht, maar die gaan zich vervolgens ook organiseren. En dat heeft te maken met de Corioliskracht. En die kracht ontstaat omdat de aarde natuurlijk met een noodvaart ronddraait. En op het noordelijk halfrond zorgt dat ervoor dat die buien zich gaan oriënteren en tegen de klok in gaan draaien. Dus je krijgt een stroming waarmee die buien zich gaan organiseren. Nou, vervolgens zorgt dat ervoor dat zo'n polar low de vorm van een spiraal of van een komma heeft. Dus die buien gaan zich zo tegen de klok in organiseren om de kern van dat lage drukgebied heen. En we hadden het net over dat proces van condensatie, dat waterdamp overgaat in waterdruppeltjes en daarbij komt warmte vrij. En dat zorgt ervoor dat de kern van een polar low relatief warm is vergeleken met de lucht daaromheen. En dat zien we ook mooi in dit hypothetische voorbeeld. De kern van de polar low heeft een temperatuur van 0 graden, terwijl de lucht daaromheen een stuk kouder is. En helemaal aan het begin bij die definitie noemde ik ook al de zware windstoten. En die wind komt voor aan de west- en zuidflank van zo'n polar low. Dus dat is het gebied waar we de zwaarste windstoten kunnen verwachten.
En dan nog even een voorbeeld van een Polarlol uit het verleden. Dit was 6 april 2007. Een satellietbeeld gemaakt door de NASA. We zien hier de noordkust van Noorwegen en hier de westkust van Noorwegen. En hier is zo'n Polarlol tot ontwikkeling gekomen. En als we dan wat meer gaan inzoomen, dan zie je ook heel duidelijk waarom af en toe de parallel wordt getrokken met een orkaan. Want een Polarlol heeft namelijk ook een bewolkingsvrij oog. En daardoor lijkt hij wel heel erg op een orkaan. Nou, die buien gaan zich dus daar omheen organiseren. De meeste wind dus aan de west- en zuidflank van een Polarlol. En als we dan even de situatie van nu erbij pakken, 17 januari 2023, opnieuw een satellietbeeld van de NASA, dan zien we het Polarlol waar we mee te maken krijgen, zien we hier tot ontwikkeling komen op het satellietbeeld. De kust van Schotland ligt hier en hier ligt de Noordzee en wat verder naar beneden zien we Nederland liggen. En waar kunnen we dan precies mee te maken krijgen? Net in dat voorbeeld zag je al dat zo'n Polarlol een relatief warme kern heeft. Ik heb hier een kaart meegenomen van de temperatuur op 850 hectopascal. Is iets lager in de atmosfeer. We zagen net het voorbeeld op 500 hectopascal. Maar hier is heel mooi de koers van de kern van zo'n Polarlol zichtbaar. Namelijk een bel met wat warmere lucht die naar het zuiden gaat afzakken over de Noordzee. En dan vervolgens richting de Duitse bocht trekt. Dat is de grens tussen Duitsland en Denemarken. Die bubbel met warme lucht is dus goed te herkennen. Dat is de temperatuur van de lucht. Maar als we dan even het weerbeeld er nog bij pakken, dan zien we dat lage drukgebiedje ook heel mooi terugkomen in de prognose van het weermodel. Hier die buien die er omheen krullen. En woensdag in de loop van de middag krijgt het noordwesten als eerste met die buien te maken. Dat trekt dieper het land in. En vooral in het oosten en zuidoosten gaan die buien steeds vaker ook natte sneeuw of sneeuw opleveren. En daar kan het zelfs tot een dun sneeuwdek van een paar centimeter komen. We hebben de lucht gehad, de temperatuur, het weerbeeld en dan nog eventjes naar de wind kijken. We zeiden net al, aan de west- en zuidflank van dat Polarlol komen de zwaarste windstoten voor. Naarmate die richting Duitsland trekt, betekent dat dus dat vooral de noordelijke helft van Nederland met die harde wind te maken krijgt. Op de Waddeneilanden misschien wel even stormachtig, met dus kans op zware windstoten. Nou, dat is dus de situatie waar we mee te maken krijgen. Hoe ziet dat er in de weersymbolen uit? Dat Polarlol komt dus vanaf de Noordzee afzakken naar ons. En dan hebben we woensdagavond vooral in het noorden en westen van het land met wat buien te maken. Maar daar ligt de temperatuur nog boven het vriespunt. Dus het zal voornamelijk om hagelbuien gaan. Kan ook een klap onweer bij voorkomen. Dieper landinwaarts is het dan nog droog. Temperatuur net iets boven het vriespunt. Nou, naarmate die buien vannacht dieper het land intrekken, gaat die neerslag vaker over in natte sneeuw en sneeuw. En vooral in het oosten en zuidoosten van het land kan het dus tot een dun sneeuwdekje komen. En daarbij moet ik wel zeggen dat dit een relatief lichte variant van een Polarlol is. Dus die hevige sneeuwval en die hele zware windstoten, daar krijgen we niet mee te maken. Maar gezien de karakteristieken is het echt wel een light variant van een Polarlol, waar we dus woensdagavond en in de nacht naar donderdag mee te maken krijgen.